Goedemorgen iedereen en welkom bij Vlogmas dag 23. Het is de dag voor kerstavond en ik heb best wel wat last van mijn anxiety vandaag, van mijn angst. Want ik ga zelfs naar de winkel. Wat is er met, trouwens met mijn... Oké, niks. Maar ik moet zelfs naar de winkel. En ik heb geen zin om naar de winkel te gaan. Ik denk dat het druk gaat zijn. En ik ben me al helemaal daarin aan het opjagen. Echt erg, maar... Ja, ik haat... Als het druk is en als ik lang moet wachten en zo. Dus ja, ik ben me echt van binnen aan het opjagen. Maar ik ben nog even gewoon rustig aan het ontbijten. Ik heb een toast met lactosevrije smeerkaas. Dat is al mijn derde trouwens. Ik heb er al twee gegeten. En thee gedronken en mijn schmink gedaan, zoals jullie kunnen zien. Ik denk ook wel dat mijn angst gewoon... Fel is vandaag omdat het buiten zo grijs regenweer is. En dan voel ik mij altijd precies wat minder goed zo binnenin. Ik ga naar de winkel proberen te gaan. Ik ga naar de Action ook proberen te gaan. Als dat gaat lukken. En gewoon rustig. Gaat wel lukken. Als het niet lukt, dan ga ik gewoon naar buiten. En dan is het zo. Maar ik wil wel nog wat dingen halen. Hapjes voor morgen, voor kerstavond en... Ook ja, voor, ik weet nog niet wat Niels en ik gaan eten. We zijn aan het denken om gewoon heel fresh te maken. En dan wel hapjes of zo te doen ervoor. Dus ik ga zien wat het plan is. Ik ga nog eens aftoetsen met Niels. En dan ga ik het gewoon proberen te doen in de winkel. Let's try it. Mijn katjes liggen hier. Bij mij. Hè? Mupsy. En Milksy. Ja, hè. Ik moet trouwens ook eens met Milky naar de dierenarts gaan, want die heeft precies zoiets vastzitten soms. En, allee, dat lijkt zomaar, denk ik. Die hoest precies, maar ik ga wel tussen kerst en nu eens naar de dierenarts gaan. Ze hebben ze ook een afspraak maken. Oké, ik ga me klaarmaken, mijn toast verder eten en dan off we go to the winkel. Oh, ik ben ondertussen terug van de winkel. Ik was naar de Albert Heijn geweest. En damn, er was veel volk. Niet normaal. Oh, ik kreeg echt zenuwen. Dus ik heb ook niet alles gevonden wat ik wou. Ik wou graag carpaccio, omdat ik voor Niels en mij een carpaccio hapje wil maken. Maar ik vond het niet. En ik had nu ook geen goesting om te blijven zoeken, want het was er echt zo druk. Dus ik denk dat ik zelfs nog even aan de Spar stop. En ook voor lactosevrije kazen. Want dat weet ik dat ze daar hebben. Maar ik ga eerst even soep eten. En over een half uur, het is nu 1:30. Ga ik naar kantoor met Celine. En ik weet niet wat ik dan nog ga doen. Nog deze vlog sowieso editen. Opruimen. Ja, jullie zullen het wel zien. Wat is dit weer? Oh god. Amai. Maar ik heb een lekkere donut gevuld met karamel. Echt lekker. Ik ben niet even de auto aan het opeten aan de winkel. Ik ben uit mijn kantoor geweest, zoals jullie zeggen. En dan naar twee verschillende Spars. Die in Paal en die in
Beringen, waar ik nu ben. Omdat ze geen carpaccio hadden in die van Paal ook niet. En toen had ik mijn papa gebeld en die zei ja, in Beringen hebben ze dat altijd. Dus ben ik naar hier gaan halen en heb ik ook twee donuts meegebracht. Ene voor Niels zelfs, als Niels thuis is. Ene voor mij. En het regent echt zo hard. Maar ik ben echt blij met deze jas. Die is van Naked. En dat is zo'n lange pufferjas. En dat is echt zalig met het weer. Dat is ten eerste heel warm. Ten tweede beschermt dat keigoed tegen de regen. Ik ga nu even mijn donut enjoyen hier in de auto. Mijn uitzicht is nog niet zo slecht. Dus ja, een beetje muziek opzetten. Ça va nog, hè? Nog niet zo slecht om in de auto te zitten. Deze met chocolade en met van dat witte. Zo waar crème. Is dat? Mijn lievelingspralineke. Moet ik eens zeggen welke mijn lievelingspraline is? Ik ga zoeken, hè. Nee. Ja, lap. Die zit er niet in. Nou, wacht even. Mama! Wat? Ah, jawel. Oh, nee. Dat is zo... Mijn lievelingspraline is zoiets, maar dan heel dun en dan met karamel. Wat je aanraakt met de opeten. Nee, ik wil niks. Ik wil alleen kijken. Ik denk dat ik deze lekker ga vinden. Ja. Lekker. En? Nu doen we met karamel. Koffie. Mm. Maar je lust geen koffie. Maar ook karamel, denk ik. Ik weet niet. Maar je weet, ik ben niet zo'n chocolademens. Welke heb jij? Je zit al in mijn mond, moet ik even zien. We hebben trouwens een nieuwe lamp. Oei. Niels gaat hem nu halen. Wilt je nog thee, babe? Ik kan niet. Nee. Oké. Ik ook niet. We hebben een nieuwe lamp en Niels gaat hem halen. En of course, the man of the house, Thalisa, gaat hem in elkaar zetten. En ik wil hem hier zetten. Dat is echt super mooi. Dat het 10:30 s'avonds is, dus wie zet er om 10:30 s'avonds een lamp? Het is 10:30 s'avonds, maar het is een cadeautje van Niels zijn Moeke en Vakke. Ja. Moeke en Vakke. Dus eigenlijk die mag hebben dat, wanneer dat we dat in elkaar zetten. Die hebben dat gekocht voor ons en hier laten leveren. Dus ik ga dat in elkaar zetten. Ik ben echt super blij. Ik weet dat Niels zijn... Hey cuties! Ik weet dat Niels zijn mama en stiefpapa die ook hebben. En ik hou echt van die lamp. Het is echt super mooi. Dus let's do this! Laat me een keer zien, hè. Liefje toch. Ja, nu moet het niet meer afkomen. Liefje. Nee, je hebt eerst willen vermoorden. Je zou nogal weten als ik er niet meer ben. Pas op, je gaat vallen. Wat zou ik? Nogal weten als ik er niet meer ben. Dat denk jij. Nee, dat is echt. Dat is echt. Houd je niet meer van mij. Ik voel een spettertje nat. Ah ja, trouwens, veel mensen, dat ga ik eerst nog doen, vroegen voor een update over de Botox en de kinfiller. Mijn kin doet, is nog wel ergens een beetje gevoelig, maar doet wel minder pijn. Ik weet niet, ziet je het nog? Ik zie het wel. Ik zie dat ik hier zo meer een tuitje heb ook. Maar met de zwelling die minder is, zie ik het ook wel iets minder, maar ik zie het wel nog altijd. En de Botox ben ik echt super blij mee. Vooral de brow lift. Want ik vind dat mijn blik gewoon veel helderder is, veel opener. Het was eerst meer zo en nu meer zo. Dus dat vind ik wel heel mooi. En mijn Botox is ook wel echt helemaal aan het werken, zoals je kunt zien. Kan dit nog, maar er komen geen rimpels en ik kan, dit is wat ik kan kwaad kijken,
maar er komt geen frontje. Is gemakkelijk. Neem je me nu nog serieus? Nee. Kijk hoe ik kwaad kijk nu. Voor mij. Zeer kwaad. En kijk al. Je bent precies zo jong meisje dat er zin krijgt. Dan. En als ik zo doe? Hoezo? Dat kan ik niet. Maar dat kon ik ervoor ook al niet, hè. Dus dat is al even. Ik vind echt dat het er super fris uitziet. Echt super blij. Zeker die bra lift ben ik echt wauw. Allee, ook de botox, hè, want dat is gewoon preventief dat ik ook geen rimpeltjes meer daar ga krijgen. En het looks so fresh, hè. Kijk. Kijk, Niels met zijn rimpelhoofd en ik. Grapje. Oké, kom. We gaan een lamp openen. Oké, de lamp is een foute kleur. Het is grijs. Ik dacht dan dat die zwart was. Maar is die van uw ouders wel zwart? Pikzwart. Ik heb daar straks naar gekeken. Ja, en deze is oud zilver, staat erop. En die is zo... Ja, ik weet niet als je het goed ziet, maar zo grijs. Met zwarte spikkel. Dus Niels zegt dat ik hem terug moet inpakken. Dus ik ga hem terug inpakken. Oh. Wat is de kleur? En was dat niet de laatste of zoiets? Oud grijs. Oud zilver. Sorry, oud zilver. Oké. Okay. Keep you posted dan. Maar het is wel echt een kei mooie lamp. En zo zou hem zijn. Ik weet niet of je het goed ziet zo. Ja, ik heb geen nagels. Wat dan? Het helemaal zwart. Wat was erbij? Ik heb geen nagels, ik kan dat niet. Oh, je is al naar binnen gegaan. Ja. Oké, okay. Ik zal het wel doen, baby. Het is ondertussen 11:30, wij gaan slapen. Morgen Niels zijn laatste werkdagje voor die 10 dagen verlof heeft. Ja, pak even. 10 denk ik. Yay. En voor het kerstavond dus morgen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Morgen de laatste vlogmas. Amai, kijk hoe wit het is. Je hebt precies een masker. Ja, ik heb net dingen opgesmeerd. Peeling, dus ik moet alles zelfs afwassen. Nou, hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En tot morgen. Ciao, guys.